Het eerste halfjaar van 2016 is Nederland voorzitter van de Raad van de Europese Unie. Dit betekent dat Nederland gedurende 6 maanden verantwoordelijk is voor het in goede banen leiden van de vergaderingen van de ministers van alle EU-lidstaten. Nederland heeft hier een belangrijk punt op de agenda gezet, de begroting van de Europese Unie. Zo'n begroting heet officieel het meerjarig financieel kader, ofwel MFK. Elke 7 jaar zijn er lange onderhandelingen tussen de Europese Commissie, de EU-lidstaten en het Europees Parlement. Dit zijn spannende onderhandelingen omdat het meerjarig financieel kader, het MFK, over de verdeling van een hele hoop geld gaat. Nederland kiest ervoor om op 28 januari tijdens het EU-voorzitterschap een grote conferentie te beginnen over het MFK. Op de conferentie zijn bijna 200 mensen uit alle hoeken van Europa bij elkaar om te praten over de toekomst van het MFK. Aan het eind van de conferentie zijn er veel goede ideeën gedeeld. Nederland kan tevreden zijn. Het is tijd voor de volgende stap. Ervoor zorgen dat de ministers van de Raad Algemene Zaken over de nieuwe ideeën voor het MFK gaan spreken. En dat vergt veel voorbereiding. Allereerst beoordelen de ministeries in Den Haag de resultaten van de conferentie. Er wordt nauw samengewerkt tussen de ministeries van Buitenlandse Zaken en Financiën. Vervolgens debatteert minister Koenders met de leden van de Tweede Kamer over wat Nederland wil. Als derde spreekt Nederland met de andere EU-landen en de Europese Commissie. Want de kans van slagen is groter als wij weten hoe zij over de nieuwe ideeën voor het MFK denken. En hier in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam komt alles samen bij de informele Raad Algemene Zaken die nu gaat beginnen. I hope you're ready for a very important session and a very complex one because we're going to put ourselves to work today. Wij willen eigenlijk dat het budget van de Europese Unie, en het gaat over miljarden, dat dat eigenlijk veel beter, efficiënter en effectiever wordt besteed. En we hebben het eigenlijk geprobeerd op een manier die wat anders is dan anders. Dus met scenario planning, met vragen aan verschillende landen. Want anders krijg je elk land, zal Nederland ook doen, zegt van dat willen we zoveel mogelijk uitgeven, maar zoveel mogelijk, min mogelijk betalen. Ja, dan kom je dat niet. I think today we can set the next step towards a more future-proof multi-financial framework. Aan het eind van de bijeenkomst zijn de ministers het eens over de eerstvolgende stappen voor het nieuwe MFK. Nederland heeft de discussie over het MFK nu echt in gang gezet.